We hebben vandaag een open dag en dat is eigenlijk om mensen uit de buurt en kennis te laten maken met SOFAC. En dan echt specifiek dagactiviteitscentrum het Rietveld. Dus we kunnen mensen laten zien wat er hier allemaal te doen is, wat de cliënten doen. En een kijkje in de keuken eigenlijk, letterlijk. Ja. SOFAC is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud en met allerlei andere beperkingen. En wat wij proberen is onze bewoners, onze cliënten gewoon een heel goed leven te geven. Zo prettig mogelijk. We hebben zorggroepen. Dat zijn eigenlijk groepen voor cliënten die wat beperkter zijn, die veel zorg nodig hebben. Die doen belevingsactiviteiten, snoezelen, muziekactiviteiten, dat soort dingen. We hebben een keukengroep. Daar doen cliënten koken en bakken. En die maaltijden en cake en wat ze maken worden ook verkocht in een winkeltje wat we hier hebben. En wat belangrijk is, dat zij dat zoveel mogelijk zelf kunnen zeggen. Dus zij moeten eigenlijk zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Dat is ook iets waar we op dit moment in het SOFAC heel erg mee bezig zijn. Te zorgen dat onze bewoners, onze cliënten, de regie krijgen en nemen over hun eigen leven. We hebben een atelier, dat is een schildergroep. En dan maken ze schilderwerken, kunstschilderen zeg maar. En dat is ook weer een uitleen, schilderijenuitleen van. En kan ook verkocht worden. Ik werk schilderijen ook. Ik schilder ook een paar schapen. Ik werk al 2 dagen hier. Maandag en donderdag werk ik hier. En maandagmiddag in de dierenkliniek ook. Ja. En donderdag en maandag hier. En dinsdag en woensdag werk ik ook in Montepeken ook. Mm-hmm. Ja. Dus je werkt de hele week, of niet? Ja, ik werk de hele week, ja. We hebben een administratieve groep. Daar nemen cliënten ook de telefoon op, doen kopieerwerk, ook snipperwerk, typewerk, heel divers. Nou ja, we hopen eigenlijk met de open dag dat mensen nieuwsgierig worden en komen kijken of ze het leuk vinden om bij deze doelgroep en bij onze stichting te komen werken. Zowel cliënten als vrijwilligers of personeel die daar geïnteresseerd in zijn.